Zondagmiddag 7 juni vindt er een bijzondere recordpoging plaats op het plein in Tiel. Op het plein in Tiel komt op 7 juni gaan wij proberen het wereldrecord grootste muziekquiz te verbreken. Onder leiding van het Guinness Book of Records. Heel spannend. Het huidige record is in handen van Eindhoven, waar onlangs een geslaagde poging is gedaan. Wij hebben een evenement op touw gezet. Dat betekent dat wij deelnemers hebben geworven via onze site www.largestmusicquiz.nl. Daar kunnen mensen zich inschrijven, daar hebben de mensen zich ingeschreven. En wij zijn, wij hopen een record te verbreken van 435 man. Dat is het huidige record nu. Wij gaan voor 500, we verwachten ook wel dat die zullen komen. Maar ons streven is 750 mensen op het plein in Tiel. Daar gaat een muziekquiz op grote schermen vertoond worden, waar de deelnemers aan meedoen. Het record gaan we halen als er voldoende deelnemers zijn. Dan komt de winnaar van de quiz, maar het doel is het halen van het record van die 435 deelnemers. De organisatie in Tiel kan nog altijd deelnemers gebruiken. De inschrijving die stopt eigenlijk pas op de dag zelf. Via de site kun je nog inschrijven. We zitten nu op ongeveer 400 deelnemers. Dus er kan inderdaad nog ingeschreven worden. Het is eventueel mogelijk om op de dag zelf ook nog in te schrijven. Maar we hebben natuurlijk liever dat we van tevoren weten hoeveel deelnemers er zijn. En dat we een beetje weten van nou, waar gaan we naartoe? Gaan we het halen of gaan we het niet halen? Er is geen officiële leeftijdslimiet. Dus iedereen kan meedoen. Maar het is natuurlijk verstandig om vanaf een jaar of 14, 15 kun je meedoen tot 80. We hebben vragen van Katy Perry van dit moment tot aan de Beatles van de dagen van weleer.